Zeg maar goedemorgen. Lily. Lily. Ja, ze doen gasmaaien door. Lily. Ja. Goedemorgen. Ja. Hallo. Ja, Lily. Good morning, Wiege. Hap. Wat zeg je? Hap. Good morning. Good morning. Spread the love. Zo. Mooi. Mooi, hè? Ja. Schaduw en zonlicht, hè? Jezus! Hey. Kom. Jezus! Ja, kom. Weg bij die deur. Vroemie. Hello, cute baby. Is een cute baby, hè? Is ons beertje, hè? Teddybeer. Oh. Gaan we naar de auto? We moeten naar de verloskundige door, hè? Ja, we moeten naar de baby kijken, hè? Oh, sorry, je bent er al. Sorry. Na-controle, toch? Ja. Nare controle. Nou, dat geloof ik niet. Kom. Oh. Hey, Lily, wat ben jij nou weer aan het doen? King. Oog. Ja. Een beetje een grote baby jij, hè? Laat maar gewoon zetten, dat oog daarin. Kom maar, gaan we die jas gaan doen. Het zit er wel heel vol. Ja, daar heb ik al verteld dat we voor de laatste keer in de verloskundige gaan. Je bent nou in de nieuwe praktijk. We zijn in de nieuwe praktijk van de verloskundige. Hartstikke mooi, ja. Onwijs lief. Echt super. Dankjewel. We hebben een cadeautje meegenomen. Wat een goede zorger, hè? Ja. Slecht, hè? Mooi ding, was hier een mama in de buik, hè? Oh, dat is een boek. Dat hebben jullie ook verdiend, hè? Maar ik ben hartstikke tevreden. Ja, wij ook. Lekker van het gezin gaan niet. Ja, we hebben een prachtig gezin. We zijn met alle vier bij jullie geweest, hè? Dat is nog maar speciaal dan, hè? We hebben wel wat last. Ja, eventjes. Ja, hoe leuk is dat met z'n allen? Ja, ja. Toen we daar zo lang mee konden, het voelt dan ook wel zo, ja, je is bekend en weet je wel. Precies, ja. Is het boekje heel goed te waren, lief. Het staan alle dingetjes in, toen de baby nog groot was. Ja, die hebben we nu niet meer nodig, want de baby is daar te waren. Gaan we bewaren, hè? Goed. Had je jezelf ook nog teruggezien of niet? Ja, teruggekeken. Ja, leuk. Sommigen wilden daar niet erop zetten, ik weet niet hoeveel. Nee, dat was voor leuk voor jezelf. Ja. En ze hebben nu mooi door de hele zwangerschap. Is zo fantastisch. Als je terugkijkt op een tijdje. Ja, en dan van hun en ik, oh jammer. Sorry? Van hun hadden we dat niet. Ja, nee. toen was dat nog niet zo. Nee. En nu wel. Ja. Eerder. Ja. Dat wel heel vervolgd. Dus, maar het is mooi naast dat werk. Ja, zeker. Ja, super. Echt super leuk. Hallo, daar zijn we weer. Dylan is thuis van school. Wij zijn even relaxed aan het gamen. Jolanda is aan het luieren. Die is moe. Oh nee. Ik ben wel moe. Ja, ze is wel moe, ja. Altijd een beetje zielig. Dylan is geconcentreerd. Ja, want hij moet naar een race rijden. Uh-oh. Kijk, nou is Chris aan het gamen. Ik heb lekker een week vakantie. Joe! Heb je dat verteld? Nee. Maar daar ben je niet blij mee? Ja, zeker wel. Heb ik een lekker band of zo? Nee, een week vrij. Ja. Ben je niet blij mee of zo? Ik wel heel erg blij. Laat ze maar even, hè? Ben je er even zonder mee doen? Papa, hoe kan het dat je een week vrij hebt? Ze belde mij op van
Doe je dan maar, jongen. Oh, ik ga ze af. Zij je? Nou komt de hamvraag. Wat eten we vanavond? Die landen gaan naar Utrecht rijden. Oh. Kan ik, heb geen rijbewijs. Papa ook niet, papa heeft ook geen rijbewijs. Papa botst de hele tijd hier, dus hij moet is niet verklappen tegen die mensen, hè? Niet dus verklappen. Hij is zijn rijbewijs kwijt. Ja? Heeft de politie hem opgepakt? Ja. Hmm. Omdat hij steeds... Toen schat ben je opgepakt door de twee polities in het andere spel, volgens mij. Is maar goed dat papa niet echt zo auto rijdt zoals in het spel, hè? Ja. Maar van wel snel dan. Ja, wel snel, maar niet zo veilig. Ja. Kijk, laat maar op. Hij gaat, zo botsen. Ja. Oh, 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 oh. Oh. Is niet voor speed payback, trouwens, voor de kenners. Hé? Ja, je bouwt het beeld. Wow, je doet lekker snel. Helemaal niet botsen. Nou, je botst. Nee. Nou, het scheelt niet zoveel, hè? Ik zag het. Wow. Oh, oh, ga niet botsen, hè? Pa, nou, was er eigenlijk een lantaarnpaal, hè? Ja, ik weet niet, maar... Pa. Nog één, hoppza. Ik ben moe. Wat zegt ze dan, hè? Hier is er ook eentje moe. Ja, je bent geen poe. Let op, pakken. Hier een pauwtje om, hier een pauwtje om. En geven de andere meisjes het bed halen. Die waren ook moe, die hebben even lekker geslapen. En dan gaan wij eventjes, ik weet niet, kijken wat we gaan eten zo. Chris heeft net 4 boterhammen op, want die had heel veel honger. Nou, dus die, ja. Die heeft eerst de komende tijd nog geen trek, denk ik. Ik heb nog geen honger meer. Maar Dylan die zei tegen mij... Mama, ik vind het heel erg fijn dat je weer spruiten hebt gekocht bij de Lidl vandaag. Dat heb ik echt niet gezegd. Ja, oh, nou heb ik dat gedacht. Echt wel. Ja? Ja. Maar jij wou die graag toch? Lekkere groene spruiten. Nee, dat vind ik niet lekker, maar de paarse vind ik wel lekker. Oh, maar die hebben we niet. Maar oh, daar heb ik gezien dat papa de paarse er ook uit haalt. Ook, oh ja. Hm. Maar we eten groene. Wat heb je daarop te zeggen? Niet zo aanstellen. Oh, ik ben blij dat je het toegeeft. Maar ja, zo zijn we gelukkig nooit. Hè? Dan maken we groene aan paarsen. Hè? Ja. Daarom zijn jullie zo lieve papa en mama's. Oh, horen jullie dat, mensen? Ja, ja. Mag ook wel eens gezegd worden, hè? Dat zeg ik zo vaak. Oh. Het wordt weer licht, papa. Hoera. Nou, dus ik ga even de meisjes het bed halen. Vind je het goed, Dylan? Ja. Dag, dag. Ja. Doei, papa Bot. Doei.